Ik ga een heel, heel klein woordje zeggen. Voorzitter, collega's. Voorzitter, eerst wil ik u danken voor uw hele mooie toespraak. Tot nadenken om een stuk van bijna heel uw leven zo in een kleine film te zien afdraaien. Dank u daarvoor, voor die gevoelige woorden ook. En ik wil ook Orrie bedanken, Orrie van de Wouwen bedanken voor zijn toespraak namens mijn fractie. Jullie hebben een melding gemaakt van veel dingen die ik heb kunnen doen, heb mogen doen. Of 25 jaar is, of 26 bijna is een lange periode. Ik heb het fantastische geluk gehad om in een reflectiekamer gekozen te zijn. En velen denken aan de overzijde in de Kamer of in het Vlaams parlement is misschien de politieke impact, de onmiddellijke impact groter. Maar ik denk dat ik samen met heel veel collega's in de loop der jaren heb ontdekt hoe wij vanuit die reflectiekamer toch kunnen wegen op onze samenleving, op de organisatie van die samenleving. En een beetje langer op termijn hebben kunnen kijken. En eigenlijk is dat een fantastisch boeiende opdracht geweest. En ik hoop dat velen hier met mij daar zo over denken of zich zo voelen. Als ik iets heb kunnen doen hier, dan... U hebt het gezegd, voorzitter, alleen kan je niets. Dan is het omdat we van legislatuur tot legislatuur hebben kunnen samenwerken. Uiteraard met de vrienden van mijn eigen fractie, waar we niet altijd eens waren en zijn. Hè. Dat hoort ook zo. Maar met zoveel collega's en vrienden, ook van andere fracties. En ik denk dat de Senaat ook toont dat wij over die grenzen van partijen kunnen samenwerken en een verschil kunnen maken. Ik wil ook in mijn dankwoord de Senaat meenemen en de hele equipe van de Senaat, griffier en directeur-generaal en voorgangers, maar het fantastische team van het personeel die het leven hier zo makkelijk maken, zo vlot, zo vloeiend en ook zo deskundig, die ons altijd zo hebben bijgestaan in hele mooie dagen en in veel moeilijker dagen. Wees ervan verzekerd dat ik u heel dankbaar ben en ik denk dat ik ook mag spreken namens alle anderen die hier werken en gewerkt hebben. We hebben veel geluk van in zo'n mooi huis te mogen werken, maar ook in een huis waar heel de bestaffing, heel de equipe zo ondersteunend en zo dienstbaar is en ook zo klassevol is. Dus ik besef dat dat ook een groot geluk is. En dan blijft de open vraag wat met dit huis gaat gebeuren. Ik denk dat de toekomst mooi zal zijn. Ik heb met veel belangstelling naar stukken van het debat geluisterd over de nieuwe democratie, de hybride democratie, de rechtstreekse democratie. Het zal niet meer mijn werk zijn om hier vorm aan te geven. Maar ik geloof ook dat de Senaat hier een bijzondere rol in kan spelen. En in het oog van andere evoluties van het federale land... hoop ik dat men de rol van de Senaat verder kan invullen en dat men die sfeer en die cultuur kan meenemen. Want ook het feit dat we een kleinere assemblée zijn, maakt dat er ook een andere band is tussen de mensen. En uiteindelijk is het ook de band tussen de mensen die maakt dat je resultaat kan boeken. Althans is mijn ervaring geweest al die voorbije jaren. Ik ben gewoon ook dankbaar dat ik nu een nieuwe opdracht kan opnemen. Dat ik weer kan leren, dat ik weer kan studeren. Ik ga een paar cursussen volgen ook, men heeft me dat aanbevolen. Dus ik ga een test zijn voor mijn vermogen om te studeren. Ik ben blij dat ik zo'n kans krijg om een nieuw hoofdstuk te schrijven, waar ik toch kan voorbouwen op wat ik samen met jullie heb geleerd en heb gedaan. En ik zal vanuit de verte blijven kijken wat in dit huis gebeurt. Want dat kan je natuurlijk niet helemaal loslaten. Dank u wel voor die mooie woorden.